Op relatief jonge leeftijd ben ik maatschappelijk betrokken geraakt. Het sociaal-liberale gedachtegoed met Hans van Mierlo, misschien dat een hoop van jullie Hans van Mierlo niet kennen, maar de oprichter van de partij heeft mij op de weg geholpen. Maar het is de armste stad van heel Nederland. De armoede is het grootst in Rotterdam. En dat is zeer beschamend om te bemerken dat we in zo'n mooie stad wonen met een prachtige skyline en een Coolsingel. De straat waar het stadhuis is, wordt gerenoveerd voor 60 miljoen euro. Maar letterlijk op een kilometer afstand mensen in de rij staan bij de voedselbanken, omdat ze het geld niet hebben, het vermogen niet hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, dat ze niet eens eten kunnen kopen. Turkse heerlijke Absalon, waar mensen met verschillende achtergronden daarheen komen, vindt er humor plaats. Er zijn onderlinge gesprekken, er zijn heel veel vluchtige ontmoetingen. Over het algemeen, als je kijkt hoe het in de samenleving gaat, kunnen we echt wel vaststellen dat we ten opzichte van decennia terug elkaar veelvuldig ontmoeten. Dus ik wil dat wel even benadrukken, dat er ook hele mooie positieve ontwikkelingen om het nek durven uit te steken, te laten zien dat we vanuit de politiek juist ook heel veel kunnen betekenen voor de samenleving, voor de Rotterdammers. En ik denk dat Nida dit de afgelopen jaar heeft bewezen. Nida heeft als een belangrijke partij 4 jaar lang hier in de gemeente Rotterdam altijd het geluid weten te laten horen tegenover een leefbaar Rotterdam. Rotterdam, waar ook ongeveer 67.000 Turkse inwoners hebben. Rotterdam, waar ook economische groei is. Maar tegelijkertijd is er ook in Rotterdam een grote groep mensen die het helaas niet kunnen bijhouden. Als je kijkt naar de cijfers, 100.000 mensen in Rotterdam leven tegen de armoedegrens. 100.000 mensen zitten in schulden.